In 3 afleveringen van Schiedam Leeft brengen we de Schiedamse molens in beeld. In de eerste aflevering van de serie van 3 begonnen we met de Babbersmolen en de Kameel. In deze 2e aflevering zijn de 3 Kornbloemen, de Vrijheid en de Walvis aan de beurt. In de 3e aflevering worden tot slot de Noordmolen en de Nieuwe Palmboom in beeld gebracht. We zijn hier vandaag bij molen de 3 Kornbloemen. Waarom heet het zo? Nou, de 3 Kornbloemen, de namen van de molens waren vaak leiden terug aan de tijd die toen de tijd heerste. En de Vrijheid was een voorbeeld daarvan. Dat was in de tijd van dat Amerika zich aan het vrijvechten was. Dus solidariteit naar Amerika toe is die molen bijvoorbeeld Vrijheid genoemd. Korenbloemen is eigenlijk een hele neutrale naam. Dat koppelt meer aan het graan, het meel wat verwerkt werd. Dus 3 Kornbloemen. Hele neutrale naam. En wat werd hier vroeger gedaan? Nou, in het begin is de molen gebouwd voor de brandersindustrie. Dus er werd daar ook gewoon moutroggen gemalen voor de jeneverindustrie. Dus een beslag van te maken waar er meer alcohol van gestookt wordt. En dat hebben ze een redelijk korte tijd gedaan op deze molen. Al vrij snel kwamen ze erachter dat het niet zou zijn. Daar zat andere toekomst in. En hebben ze besloten om de molen om te bouwen. En daardoor is deze molen een van de meest diverse molens die we in Schiedam hebben. Omdat al die fases, het is een houtzagmolen geweest, het is een pelmolen geweest. Gewoon een korenmolen en helemaal in het begin een brandersmolen. Dus er zitten ontzettend veel verschillende dingen in de molen. En er zijn nog stukken overgebleven van toen? Ja, heel veel. Dat is juist lol ervan. En omdat het zo'n oude molen is, heb je te maken met een heleboel oude onderdelen. En hij is in een vroeg stadium omgebouwd. Dus ook die onderdelen zijn eigenlijk al versleten of oud. En om daar met een restauratie mee om te gaan, om dat te kunnen laten zien, daar gaat en een hoop tijd en een hoop geld in zitten. Maar er is van alles nog te zien hier binnen. Dat is de lol ervan. En je komt zelf van de restauratie werkplaats Schiedam. Wat doe je hier dan precies in de molen? Wat doe je in een molen? Het begin voor mij gaat uit van vrijwillig molenaar. Ik was in het begin vrijwillig molenaar. Ik ben opgegroeid tussen de molens. En gaandeweg ben ik het timmervak ingerold en ben ik molenmaker geworden. En ik zeg specifiek molenmaker, dus dat is wat anders dan restaurateur. Wij restaureren allerlei gebouwen en oude dingen. Maar molenmaker, dat is echt een specificatie van het timmervak. Dus wat wij in de molen doen, en dat is mijn dagelijkse beroep, is gewoon het onderhouden van de molens. En af en toe krijg je een grote restauratie, zoals we hier op de 3 Kornbloemen ook meegemaakt hebben. Maar normaal gaat het gewoon het reguliere onderhoud. Dat het, net als dat je een auto naar de garage brengt, komen wij als molenmaker bij de molen en gaan we hem nalopen. Elk jaar houden we een controle en elk jaar doen we het nodige onderhoud eraan. Zodat de molen gewoon in elkaar blijft staan en dat de molenaar ermee overweg kan. En er is hier ook een grote restauratie geweest. Wat is allemaal gerestaureerd? Ja, hier omvat het heel veel. De molen heeft in een korte tijd heel veel werk te verduren gehad. Het grootste, wat de meeste mensen misschien wel opgevallen, is het metselwerk. De molen heeft de hele tijd in stijgers gestaan. En daar is ook het grootste bedrag mee gemoeid van het onderhoud en de restauratie. Maar door het metselwerk aan te pakken zoals we het nu gedaan hebben, verzekeren we weer dat de molen gewoon de komende tijd zonder problemen, zonder vorschade, zonder vallende stenen ermee door kan. Maar los van het mensenwerk hebben we het wiekenkruis grotendeels vervangen. Het staartwerk hebben we grotendeels vervangen. En binnen hebben we een nieuwe vloer aangebracht. En de oude zolderbinten, waar dus de vloer op rusten, hebben we polymerchemisch hersteld. Waardoor de koppen in het mensenwerk nou van kunststof zijn en niet meer van hout. Dus die rotten ook niet meer weg. Hier werd vroeger rijst gepeld. Hoe werkte dit? Ja, inderdaad. Een van de onderdelen van deze molen die in een later stadium gekregen heeft, was een pellerij. En dat restant hier, daarvan vinden we hier onder de vloer. En de werking daarvan was, het pellen van rijst is eigenlijk een proces. Dat is vergelijkbaar met het pellen van gort, gerst tot gort. Maar om de steen heen, hierbovenop, lag nog een andere steen. En aan de buitenkant bevond zich een stalen kuip, een plaat, waar allemaal pennetjes ingeslagen waren, allemaal gaatjes in. En daardoor wordt het een soort rasp. Die steen die draait hard rond. En aan de buitenkant van die steen duwt hij de korreltjes langs die rasp. Waardoor het velletje van de korreltjes afgepeld wordt. Nou, dit is één van de stenen. Vroeger had hij er 2. Want ze konden dan de belasting konden ze afwisselen. Op de ene steen lieten ze het graan erop. Op de andere lieten ze het eraf. Want als een molen, zeker een pelmolen, onbelast draait, dan zijn de krachten die dan vrijkomen zo groot. Dan heb je geen controle meer over de snelheid van de molen. Dus je wilde graag je belasting houden en wisselde ze af. Maar dit is een restant ervan. Het heeft nog veel meer ingehouden. Er moest ook een waaierij zijn om het weer schoon te blazen, uit te zeven enzovoort. En dat is allemaal niet meer aanwezig. Dus ook hiervoor geldt, wat doe je met een restauratie? In hoeverre ga je dat terugbrengen? Er is zelfs sprake van geweest om het hele pelwerk terug te brengen in originele staat. Dat werkend is, dat er ook een werkende pellerij weer terug is in Schiedam. Maar er was te weinig over die pellerij bekend. Nou, dan ga je inderdaad restaureren van de onderdelen die nog beschikbaar zijn.
En dat hebben we hier ook gedaan. De vloer kan dadelijk open, waardoor dus gewoon goed zichtbaar is waar het restant zich bevindt en wat de bedoeling ervan geweest is. Gekoppeld met het verhaal wat ik zojuist vertelde, geeft het al een duidelijk beeld van hoe een pellerij gefunctioneerd heeft. Dus dit dient nu vooral om aan de bezoekers te laten zien? Ja, dit is echt een showmodel. Het is gewoon een restantje en dat laten we zien. De molen is wel maalvaardig, gewoon met zijn normale stenen. Dus hij kan wel gewoon graan verwerken. Maar pellen is een ander verhaal. En dit is gewoon leuk om te zien en een mooi verhaal erbij. Ja. Kun je jezelf even voorstellen en vertellen wat je beroep is? Ik ben Theo de Rooij en ik ben molenaar van Molen de Vrijheid. En hoe is het zo gekomen dat je molenaar bent geworden? Nou, dat ik molens al leuk vond, dat is eigenlijk van kinds af aan al. En dan heb je altijd de droom om dan dat ook later voor je werk te kunnen doen. Maar op een gegeven moment besef je toch wel dat molens eigenlijk economisch niet meer rendabel zijn. Dus dan word je voor je hobby vrijwillig molenaar. En zo ben ik 10 jaar geleden ook hier op de molen terechtgekomen. En op een gegeven moment was daar toch die kans om beroepsmatig met deze molen aan de slag te kunnen gaan. En eerst voor 2 dagen, toen werden dat 3. En inmiddels zijn dat 5 dagen. En soms moet ik nog hard werken om het in die 5 dagen af te krijgen. Dus, ja. En je komt zelf ook uit Schiedam? Nee, ik kom niet uit Schiedam. Ik kom zelf uit Gorinchem. En vroeger daar ook op de molens gewerkt? Ja, ik heb daar ook een tijd lang, echt vanaf mijn jeugd, bij iemand meegelopen. Daar op een van de korenmolens in Gorinchem. Daar heb ik eigenlijk de basisdingen geleerd. En samen met die man heb ik daarna ook nog een aantal jaar in Delfshaven op de molen gewerkt. En nu sinds 1 jaar of 3 werk ik hier op de molen. En hoe is het dan eigenlijk mogelijk dat je hier in Schiedam op de molen bent komen te werken? Nou, een goede vriend van me die draaide hier al op de molen. En ik ben gewoon 10 jaar geleden bij hem eens op bezoek gegaan. En toen werd ik al vrij snel gegrepen door de grootte van deze molen. En door de machines die erin staan. En je zag echt dat het een ontzettende mooie productiemolen was. Dat had de molen vanaf de jaren 70 tot 2000 ook wel echt bewezen. Want toen is de molen ook in vol bedrijf geweest. Alleen toen ik hier kwam, toen was er eigenlijk geen korrelgraan te vinden. Dat vond ik toen toch wel heel zonde. En toen zijn we hier later vrijwillig in Zwart gaan malen, ook voor de molen in Delfshaven. En zo, toen bleek ook wel dat de molen het echt nog niet verleerd was, dat die er nog helemaal klaar voor stond. En sinds 2009 kon ik hier weer aan de slag. En is er een verschil met waar die vroeger voor werd gebruikt en waar die nu voor werd gebruikt? Nou, deze molen is oorspronkelijk gebouwd als brandersmolen. Dus tot 1917 werden hier alleen maar granen gemalen die voor de jeneverstokerijen bedoeld waren. Na die tijd is die ook voor andere doeleinden gebruikt. Maar sinds de jaren 70 is de molen opnieuw in bedrijf gekomen voor bakkerijen. En later ook weer voor jeneverstokerijen. En dat doen we eigenlijk nu nog steeds. Dus wat dat betreft, het maalproces is niet heel veel anders. Alleen je moet het meel voor de bakkers wat fijner malen als dat je het voor de branderijen doet.